Vandaag doen Dien en ik de A tot Z Drinking Challenge. Bij iedere letter van het alfabet moeten wij in het mooie Groningen in ieder geval één drankje hebben gedronken. Dit is Dien en ik heb hem destijds ontmoet op de Koolsingel. Hoe kan het ook anders? En naast onze liefde voor Feyenoord hebben we ook een enorme passie voor Sambuca. De regels staan als volgt. We hebben 2 bierviltjes met de kleuren blauw en roze. De drankjes die we bestellen staan op deze viltjes. En een dobbelsteen bepaalt wie van ons welk drankje drinkt. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. En druk op dat belletje naast die knop. Ik zou graag de 100.000 abonnees binnen een jaar willen halen. En nu we de 20.000 naderen in 4 weken liggen we daarvoor aardig op schema. 86% van de kijkers zijn nog niet geabonneerd. Dus je weet wat je te doen staat. Lieve mensen, we zijn in Groningen en dat betekent maar één ding. We gaan niet 24 uur overleven. Ik ben hier met Dien. We gaan die challenge binnen 2,5 uur nelen. Nee, dat is een grapje, maar we gaan hem wel nelen. Dat is wel voordat het donker wordt. We beginnen met de A en de B. Succes. Jij ook. Nou, zit dus bij het eerste ras. Ik wil de A wel. Ik begin gewoon bij de eerste letter, de A. Heb je al iets in gedachten dan? Nee, maar dat is niet heel moeilijk, denk ik. De A, afvliegend blond. Bacardi Cola. Jij mag als eerst dobbelen. Oh, ik mag als eerste. Jij mag als eerste dobbelen. Je krijgt dan de cola er wel bij als ik rol. Ja, jij krijgt wel de cola erbij. Papa. Ros. Oh, lekker. Toch even bakken. Nou, lekker biertje van mij. Hey, even tussendoor, hè? Een vraag. Hoe noem je Dutch performante die niet blij is met zijn eigen kind? Ik weet niet. Griepkind. Heb je dat zelf bedacht? Ik kreeg veel comments dat ik microfoons moest aanschaffen. Nou, dat heb ik gedaan. Rip uit mijn lijf, als het goed is, kun je ons goed horen. Kunnen we door met de volgende 2 letters of niet? Je moet het wel eerst opdrinken. Ik dacht, we doen gelijk de hele tafel vol. Oh, 26 drankjes en dan... Dat is ook wel een idee. Dan zijn we wel voor het avondeten weer thuis. Wat komt er naar de B? C. Cola met Bacardi. Oh, ik heb voor Rutvast taxi besteld. Kunnen we zo... die komt ons vast halen. Kijk, daar gaan ze. Het is voor vanavond, voor op de weg terug. Ja, die kunnen mij niet pakken. Je hebt echt, ze wordt in iedere video aangehouden, dus dat zal hier ook wel gebeuren. Je hebt een busje voor nodig tegenwoordig. Jezus Christus, hey. Heb je hem laten vallen? Nee, maar we hebben een challenge te spelen. Ik kijk dus, 3 keer niet om en jij doet we hebben een challenge te spelen. Ja, ik heb even een dagje vrij, jongen. Ik kan ook wel even genieten, hè? Ja, dat is waar. Sam naar huis, man. Dat is heel wild. Kill, jij bent serieus wel wat weg van die Sander Huisman, ouwe. Ja, maar jij kan echt... Ik zie alleen jij als jij... lijkt meer op Sander Huisman dan ik op Sander Huisman. Jij hebt dat geblondeerde haar gehad. Het editen we nu even erin. En als je dat haar dan nu zo wat langer zo had. En dan wel die bodywarmer aan, want hij heeft dat ook een beetje zo. Ja, maar en dan heel is... dom praten, heel dom. Nee, je hebt er gewoon iets van weg. Nee, dat kan niet. Ja, kijk dan één keer dom. Ja, ho maar. Hey, maar vanavond ook bekerfinale. Een spellingtje doen? Lijkt me leuk, lijkt me leuk. Ik zeg 1-1, verlengingkie. En dan, maar dit is omdat ik vanuit mijn Feyenoord hart spreek, hoop ik dan dat PSV in die verlenging... Eerst Berghuis helemaal de midden zaag en ja. Dan 2-1, 2-1 PSV. 2-1 ik zeg 7-0 PSV. Nee. Ja, dat denk ik echt. Als ik nu blauw gooi, wordt het 7-0 voor PSV. Nou, ja. En dit doen we ik de zeg hele dag. 7-0, 67e minuut wordt het gestaakt. En waarom wordt het dan gestaakt? Dan denk je, ja, ik zie dat we gooien gewoon een paar biertjes op het veld. Dat gaat het zijn. Dat is echt niet gek. Waar wordt er voor gewet dan? Waar wordt er gewet? Dat is een goeie. Ja, 150 euro voor het oudere fonds. Ik heb daar al geld naar overgemaakt, het oudere fonds. Kan nooit genoeg zijn, toch? Ja, maar nu lijkt ik een lul als ik nu zeg van nee, we doen het op 5 shotjes in Malibu. Dan denk ik dat ik die Malibu belangrijker vind dan de oudere fonds. 5 shotjes. Ja, ik weet wat het is. Ruik jij alles even? Dit is gewoon... Voor je eigen moestjes. Het lijkt wel gewoon een soort van limonade, maar dan geen water erbij. Ja, geloof mij, dit is geen limonade. Zo, jullie doen die badkamer mee schoonmaken, man. Wat is dit, hé? Ruik even. Dat is echt niet normaal, hè? Godverdamme. Ik ga als eerst deze duvel inschenken, alvast voor mezelf, omdat ik weet... Ik mag wel gooien, hè? Ja, jij mag gooien, maar ik weet, ik heb die zijn we de dobbelsteen ook kwijt? Nee, die heb ik hier. Die duvel heb ik mezelf toegevoegd. Nou, welke kleur staat de heerlijke? Maar optimaal toch met de O? Ja. Maar welke kleur staat deze? Ja, deze staat op blauw. Dus ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik van dit ook niet heel vrolijk word. Heb je wel lekker ingeschonken? Hoppa, lekker zeg. Hier, hoppa. Okay, dat is daarom zeg ik dus, doe mij die optimaal maar. Maar ik heb wel nog iets geregeld, passend bij dit drankje. Dat is ook een taxi voor mezelf. Ik had eerst een voor Rut, nu voor mezelf. Komt die aan? Hij snapt het aan de cameraman, hè? Hij is snel hoor. Hey. Maar moet je dit shot of is ik dit zou, een, als ik jou was, dit in één keer opdrinken. Want geloof mij, elke slok is daarna een half uur af. Maar eigenlijk wil ik dit dan opdrinken, dan één slokje van jouw bier nemen. Nee, dat mag maar niet. Dan wacht ik even tot nee, jou... Nee, dat mag niet. Dat mag zo niet? Nee, ja. Het is echt letterlijk gewoon je eigen letter. Okay. Nee, ik wil eigenlijk gewoon slokken, want ik benieuwd ben hoe het smaakt. Oeh, dat is echt niet lekker. Zo.
Gadverdamme! Nou, het ruikt echt zoals naar een soort van tandpasta, mint schoonmaakazijn of zo. Klopt. En het smaakt echt naar mint schoonmaak tandpasta azijn. Goed verhaal! 4 weken geleden was ik met Milo in de stad en toen waren we bij Ubica. En toen zeiden wij tegen die bediener van, goh, kan je ons eens iets geven en ons verrassen? Want wij weten het gewoon niet meer. We hebben alles al vandaag alles gedronken. Alles al gehad, ja, ja. En toen gaven ze ons dus 2 van die dingen. Dit? Ja, en toen zeiden ze zoals daarna toen we het op hadden. We hebben dit op de kaart staan, maar het is al 4 jaar geleden dat iemand dit voor het laatst besteld. Dat zat stof op de fles. Moet je nagaan. Oké, Dien, we zijn toch in Groningen. We zijn niet op de grote markt. Dit was wel even een toevalstreffer. Want we wilden eigenlijk voor zo'n Cubaanse sigaar gaan hier. Maar een eierbal. Die hamburgers zien er ook wel lekker uit, hè? Dit lijkt al een stierenbal, joh. Zo groot. Oeh. Ja, zeg. 3 euro voor een eierbal. Eieren zijn duur tegenwoordig. Gaat dit niet open? Oh. Dat is echt een hele grote ei ook, hè? Dat meen ik serieus. Nee, jij hebt geen ei. Kijk dit even. Er zit helemaal geen ei in, man. Ja, het omheen is best lekker. Ja, het is een beetje een... Een kroket met een ei in. Een sompige kroket of zo. Nou, ik moet zeggen, ik ben nog niet betoverd door dit. Wacht even, dat het ook witte chocolade van binnen is. Ken je iets van Pimboe? Eierbol! Voor de Jumbo en duiken, Dien? Ja. En voor de E en de F? De E en de F. Okay. Gaan we even naar de Jumbo toe. Gewoon even een lekker supermarktje pakken. A few moments later. We hebben voor het Effie vlugel, verrassend. En voor de E hebben we de Election half droog. Ja, het zal mij benieuwen, maar goed. Ik zet de vlugel op de roze en de Election op de blauwe. Is ook een keer dubbelen voor jou? Roze, alsjeblieft. Amma! Toch heerlijk hoor, lauwe witte wijn. Dat is toch heerlijk. Ga je nog wel proost of ga je nog een keer? Ik heb het ook helemaal vast afgehaald. Is dit ook, werkt dit ook als een vlugel of deze niet? Ja, dat is toch goed hoor. Is het lekker? Nou, het is serieus niet verkeerd. Het is jammer dat die lauw is. We gaan door naar het volgende. Ik zie daar een soort van kerk, maar hierachter weet ik dat het Forum zit. Misschien dat we daar de volgende letters even die rooftopbar. We gaan even naar de rooftopbar. Ja, we zijn dus in een soort van mega bibliotheek en dan kan je dus helemaal naar boven, dan kan je Groningen zien. Maar wat ik me dan afvraag is, waarom ga je in godsnaam op zondag, als het zulk lekker weer is, nou, het is bloed, in deze overdekte... Wat, kijk hoe hoog dit is. Het is één groot sauna paradijs. Hier zitten allemaal mensen te kennen, allemaal te studeren. Moving like the speed of sound. Het enige wat ik hier denk, is dat ik denk, leuk uitzicht, wel dorst. Kom, ga lekker een biertje. We gaan een biertje. Kijk, dan heb je hele grote eierbal. Ja, ik had dus gehoopt dat je hier een bar had en dat je hier gewoon kon drinken. Ja, was er maar een bar hier, heel dichtbij. Ja, maar ik bedoel echt hier. Echt hier. Hier, gewoon boven. Ja, ja, nou, het scheelt 10 treden. Met uitzicht. We zijn natuurlijk aangekomen bij de G en de H. Wat hebben we besteld? Ja, wat hebben we besteld? We hebben een je zou denken G, Grey Goose. Dus we hebben een Goose IPA, biertje besteld. En een Hertog Jannetje natuurlijk. Dus wij houden wel van bier eigenlijk ook. We houden van een biertje. Jij mag dobbelen. Roze IPA, blauw Hertog Juan. Dit is toch wel echt zalig hoor. Jongen, proost. Proost. Happatee. Door naar de volgende. Ik heb hier een jenever, die zet ik even alvast voor jouw neus. Ja. Die eiwit zet ik even voor het ding hier. Ik heb net gedobbeld. Dus ja, dus de jenever staat roze. Ja, mag. Oh, ik moet gooien. Zo, ja. Ik dacht je dat was je bang, hè? Gooide, man. Tering, sorry. Eindelijk. Maar deze jenever ziet er ook echt niet Hapaté, uit. Hapaté, alsof je dat gaat shotten. Het maakt me geen reet uit hoe je het doet. Dan gaat het door je anus naar binnen. Je gaat hem helemaal opdrinken. Doe niet te hard, want dan stroom je over. Is dit wel de jong of is dit de oude in leven? Alleen ruiken. Het ruikt naar vodka, man. Ja, ging wel eerlijk. Een eiwitje, zeg. Wat ben ik daar even blij mee, zeg. Laat ik even één keer zien hoe je geen Optimal inschenkt. Oh, sorry. Ja, dit is echt ongelooflijk. Dit is quality content. Ja, dit is lekker, man. Nou, nog één keer dan? Ja, ik probeer het, man. Ik zit echt te vechten, man. Wat een lekkere ronde, zeg. Het mag voor mij elke week wel de INDA zijn, hoor, op deze manier. Heb ik even mazzel, zeg. Maar ja, ik ben blij. Maar ga je vanaf nu nog miepen of niet? Want nu ben je weer content, denk ik, of niet? Ja, ik heb eindelijk even degene die ik wilde. Okay. De eerste keer. Nee, dus okay. Op zich is dat wel even fijn. Nou, het kopstootje is op, hè? Het kopstootje is op. Kopstootje is op.
Oké, jongens, luister goed. De K is voor kutbier. Dan komt de L, limoncello. En dan hebben we de Malibu. Ah, en dan de nectar. De nectaron. Nectaron. Je hebt die dingen die we... ja. Waar zijn we? De K en de L als eerst. Echt, als ik nou weer die kutbier... Oh, moet ik elke keer bukken, ja? Ja, dat... ja? Stel je voor dat het in je rug schiet. De limoncello is blauw. Wat hoop je te krijgen? Nu? Ja, limoncello natuurlijk. Okay. Ja, verrassend. Het zal wel weer verrassend zijn, hoor. Pabas! Dat is toch heerlijk, hoor. Hey, fun fact. We staan nu op de Grote Markt. Hier had ik een van mijn eerste optredens als DJ. Daar, wat nu Jantjes heet, dat heette eerst zo niet. Er zijn nog steeds aan het bijkomen, zie ik, van jouw eerste optreden. Zeg maar uitgestorven hier. Ja, er waren toen 5 kaarten verkocht. Kon er 100 5? In. Ja. Oh. Deze voor de volgende ronde. Oh, we gaan gelijk door. Zal ik nu gooien dan? Maar denk je niet dat je voor je geluk beter nog een keer gewoon ik kan denk, gooien? Nee, maar ik denk dat ik nu dat grote blikje kan dat jij gewoon met de 2 lekkerste dingen weer echt, als ik nu een rols gooi, dan ga je echt mijn blote lul op het Grote Markt. Dat meen ik serieus. Ja, kunnen we dit... Dat is voor YouTube misschien niet heel handig. Nee, dat is niet handig. Nou, probeer maar even. Ah! Dat is echt niet fijn, hè? Ja, dit is echt een heel groot blik. Ja, dit is heel lekker. En hoeveel alcohol denk je dat in het biertje zit? IPA, 6,5. 9,3. Lekker, man. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. We nou, gaan nu gewoon even lopen en dan gaan we dit even opdrinken, denk ik, rustig. Mm-hmm. Wat is het lekker? Ja, dit is serieus best wel lekker, kutbier. Blond met pruimen. Ja, kan we hem nog even proeven. Die limoncello is goed, maar ik ken deze limoncello. Hij is kouder, lekkerder. Nou, kunnen we daarop proosten. Die van mij ook. Santé. Dat is wel humor. Ja, ik zeg je eerlijk, ik zou nu graag willen zeggen van het ruikt naar dit, het ruikt naar dit, maar het ruikt gewoon letterlijk naar bier. Je weet dat we nog de hele dag moeten. Nee, dat gaat niet, hoor. Maar ik zie dus even niks. Bro, mijn hele jas, alles zit onder, hè. Heb je een toilet ergens? Ja, als dat zou kunnen, zou het wel top zijn. Maar echt, ik was echt niet van plan, maar toen je ging met je neus in het blik. Ja, natuurlijk. Ik dacht gewoon, ja, als jij gewoon echt... Hey, maar moeten we even je handen laten wassen? Nou, als dat ergens zou kunnen, zou het wel top zijn. En heb je ook ergens een stoomrijtje of een... Daarom moeten die mensen abonneren. De stoomskosten die gaan naar Dien. Maar we moeten jullie wel even abonneren en even liken op die video. Ik ben een soort van weer schoon. Maar Henkie, heb jij dat biertje daar op? Want die staat daar nu wel. Nee, er zit nog een slokje in volgens mij. Zo wordt de cheat is ontmaskerd hier. Sorry? Meneer gooit een halve liter bier over mij en nu gaat het even moeilijk over 1 slok. Laat ik jou van de straat drinken nu? Pik, dit is misschien wel het grootste biertje waar ik tegenop zie in mijn hele leven. Hm? Ja, maar het doet echt. Nou, Malibu'tje erachter. Zo, dit is echt, het is gewoon plastic, joh. Ineens nee, glas. Ja, het is gewoon plastic. Ja, is ook op. Er viel daar wat uit? Ja, kijk, hier. 2 druppels. Komende kwartier heb ik echt geen grote bek, want ik weet dat ik nog echt... Nou, kijk dan. Hey, en we doen gelijk aan het milieu, hè? Hey, we lopen nu wel een beetje de stad uit. Ik heb het idee, ik heb net zo'n cappuccino rooftop gezien. Als we even gaan zitten. Ja, is goed. Zitten. Daar gaan we even kijken. Oké, okay, luister goed. We zitten hier op het dakterras van Capovino. Nee, we zouden geen reclame maken, hè? Dat we zitten hier op het dakterras van Cappuccino. En we hebben dus nu de letter P. We moesten ook voor de O. Mocht het niet zo zijn, ze de O niet hebben. Er is geen O te kopen. Er is geen O te kopen hier. Dus we gaan eens even met z'n 2 vakant maken. Dan gaan we hierna naar de sportsbar. Even de beekfinale daar kijken. En dan hopen we dat ze daar Oezo hebben. Ja, we hebben het Palomaatje, hè? We wisten wel. Tequila, grapefruit, soda en limoen. Is het wat of niet? Nee. Dit enthousiasme spat er wel vanaf bij jou, moet ja, zeggen. Ik merk dat hoe verder we komen bij elke letter, hoe minder enthousiast ik word. Ja, ik moet zeggen, voor zijn zomerse dag als vandaag is dit wel lekker. Misschien wel lekker eigenlijk. Oh, sorry. Klein stuurfoutje van mijn kant. De messen zijn echt geslepen nu, hè, merk ik. Nou, ik vind het niet heel vies, moet ik zeggen. Nee, het is gewoon lekker fris. Super lekker en super snel op. Ja, maar het scheelt ook voor onze challenge wel een beetje, hoor. Voor onze challenge is het wel lekker dat die op een gegeven moment ook wel niet zo zwaar valt. Want zo'n groot blik bier wat je dan in gezicht hebt, dat is best wel zwaar. En dit gaat dan wel een stuk makkelijker, maar het was niet de lekkerste van vandaag. Dat zeker niet. We gaan door naar de O. Nou, we gaan naar een sportsbar. Want ja. Over 35 minuutjes is het de beekfinale. En dan gaan we even kijken, want het wordt zometeen 7-0 of 1-2 in de verlenging. Voor PSV. En in die sportsbar daar gaan we het alfabet even uitspelen, denk ik. Zo is het. Toch? Het is inmiddels gehaald. De Audi Poes. Ja, hier. Ben je mee eens? Dit is roze. Laten we dat op het roze zien. Ja, roze op roze. Carantetres. Ja, kijk, de Q is eigenlijk onmogelijk. Dus een Carantetres komt het dichtst bij de Q. Dus we hebben even een improvisatie gedaan. Oh.
Lekker pilsje bij het voor jou voor. Maakt het niet uit, maar ik wilde echt graag die pils, man. Ja. Ik wilde echt graag die pils, man. Happatee, jongen, happatee. Het is weer niet lekker. Ja, ik had net ook met jou over van, je bent toch een soort van, alsof je de hele dag aan het drinken bent. En dat je nu een soort van al je kater hebt van morgen. Dan ben je al de hele dag aan het drinken, man. Ja, zo voelt het wel. Hoe laat zijn we begonnen? 1:30. Het is nu bijna 6:00, dus op zich gaat dat wel lekker, ja. We hebben een sambucaatje op roze en een raadletje op blauw. De R en de S. Rut, jij mag dobbelen. Oh, mag ik? Alsjeblieft blauw, alsjeblieft blauw. Alsjeblieft roze. Hoppatee, lekker zeg. Hoppatee. Hey. Dat zijn ze, dat zijn ze. Jezus, wat kunnen ze van die kleine glazen schenken, man? Ja. Davy Kleine Klaassen. Je bent zelden leuk, maar dit vind ik wel om te lachen. Het is stand 1-0 Ajax, daar gaan we niet over hebben. Maar wat we moeten doen, we zijn bij de T en de U. De U staat niet op de menukaart. Gewoon niet, 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 niks. Dus wat we gaan doen, we gaan dobbelen. Gooien we blauw, doen we 2 keer de T, 2 keer tequila. Gooien we roze, doen we 1 keer de T, een tequila. Slaan we de U over, komen we op de V, een verdetje. Dus roze is een verdetje en een tequila. Blauw is 2 tequila. Ik hoop op blauw. Top. Ik ook. Twee tequila, maat. Appetee, maat. 2 seconds later. 2 tequila. Niet dezelfde. Roze of blauw? Yes! Staan we bij, hoor. Kom maar. Geef ik je een beetje zout, jongen. Even likken. Zo raar dat je 2 citroentjes bij 1 shotje krijgt. Zo raar. Oké, de U hebben we niet. Nee. Er is nog 1 helft te spelen. Wat we kunnen doen is nu, tweede helft, gewoon kijken om eens door je gemakje. Of we kunnen hier de verdet pakken en iets met de W. Verdetje nu en iets met een W? Ja, wit bier. Ja. Wijsnetjes. Doen we dat? Een verdet en een wijs bier? Ja, laten we dat doen. Een verdet en een wit bier. We gaan toch wisselen. We gaan naar dit Paulaner wijs bier of een verdet. We willen allebei een Paulaner, hè? Ik zit al de hele dag te denken aan een Paulaner. Maar ik denk wel dat... Ja, ik heb net een beetje citroen op. Dan is zo'n Paulaner wel lekkerder. Ik denk dat ik hem wel verdien. Ja, ja. Echt, vind je echt van niet? Na alles wat ik heb meegemaakt. Alles wat ik heb meegemaakt vandaag. We hebben hier een Paulaner. Die viel onder het wit bier. En een verdet valt onder de V. Ros en blauw. Jij gooit blauw. Appa, tuurlijk. Appatee. Dat is ook niet heel erg. Ching, 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 ching. Paulanertje had ik wel lekker gevonden. Maar welke letter is dit? Dat maakt niet uit. Niks. Dit is gewoon 2 Heineken. Ja, omdat het duurt lang. Ga ik even dobbelen wie welke moet nemen. Maar ik moet de blauwe, man. Roze. Tussenstand is toch 1-1. Ik klink verbaasd, maar ik wist het al van tevoren. Ja, ik klink ook verbaasd, want daarom is het geen 7-0. Maar 1-1, ja, dat is natuurlijk logisch. Gaat zo nog gebeuren. Wow. En die 5 shotjes van Rut, die gaan jullie ergens anders zien. Jij loopt echt op de zaak vooruit, hè? Waarom heb jij een zonnebril op? Omdat ik van plan ben om naar buiten te gaan om mijn luchtje te scheppen. Hallo mensen. Wat heb je net besteld? Ik was even een luchtje scheppen. Kijk. Ik had 1-1 voorspeld en dat vind ik wel. Als je het zo goed hebt, moet je het ook vieren. Met 3 sambucatjes. Ja. 1 voor jou, 1 voor mij. En het cameramannetje ook nog 1. Het gaat als de cameraman echt niet leuk vindt. De cameraman gaat dit echt niet leuk vinden. Dit is een mooi shot dit, hè? Dit is een heel mooi shot. Ja, we hadden het al voorspeld. De cameraman die gaat geen sambuca doen. Dus we doen er allebei 1. En daarna dobbelen we voor die andere. Wil je roze of blauw? Roze. Als het roze is, gaat hij die laatste nemen. Als het blauw is, neem ik hem. Wil je zelf gooien? Jammer man, voor jou. Ja, je hebt echt pech vandaag, hè? Ja, noem het pech, noem het geluk. Geen 2-1 in de verlenging, helaas. Ah ja, PSV gaat sowieso alsnog pakken. Ja, luister, we lopen hier net de dingen uit. 3 voordelen en 1 nadeel. PSV heeft gewonnen. Oké. Okay, ja, die kan ik alvast noemen. Oké, okay, en de andere weet ik niet. Trouwens, het zijn 5 voordelen. 5? PSV gewonnen. PSV gewonnen is 1. Daarna 1 sambuca niet afgerekend, 2 sambuca niet afgerekend, 3 sambuca niet afgerekend en 4 sambuca niet afgerekend. Maar je had ook nog over 1 nadeel. Ja, die is er niet. Nee, die is toch dat is toch geweldig gedaan. Nou, lekker man. 5 voordelen. Het enige nadeel is dat we nu niet vooruitgereden worden naar ons hotel. Dat ja, of kun je niet uit eten of zo. Dat zit er niet meer in. Na
het winnen van die beker door PSV is de avond nog jonger geworden. Dat voelt het echt. Ja, en de avond was al niet oud. Nee. Hij is nog jonger. Hij is nog jonger geworden. We gaan even naar het hotel. Dan gaan we daar even in die bar. Gaan we even die laatste 3-4 drankjes even opdrinken. Ja, de WDX, de WDX, de Eide Z, de piep, de piep, de pam, de pom. En dan zijn we klaar. Ik merkte dat ik iets meer nog moest zeggen. Ik zei, voor het donker klaar. Nou, dat gaat lukken. Als we echt tempo maken, dan is het echt klaar. X, I, oké. Laten we zeggen, iets waar een X in zit. Of een I. Of een I is ook genoeg, want je gaat nooit iets beginnen wat begint met die. Ja, maar we hebben ook de W. Ik zou zeggen, Tessels de Skuumkoppen. Er zit een X in. Ja, Baileys. Ja, dat is een hele goeie. Ik heb het gevoel dat we die W al hebben gehad. Met wit bier. Ze hebben de X, de I en de Z. Dus we hebben de Tessels de Skuumkoppen voor de X. Ja. De I hebben we de Baileys. Ja. En dan moeten we alleen nog een Z. Berendsen. Ja. Maar dan mogen we er daar dan twee van? Maak er maar drie van de Berendsen. We zijn de vultjes en de dobbelsteen vergeten. Dus we hebben het wel even opgelost. We hebben een gewone dobbelsteen. En wat zullen we doen? Ik denk even oneven. Ja, dat lijkt me goed. Ja, wat zet jij op? Ik zeg, degene die even gooit, drink deze. En oneven, de Baileys. Ik neem oneven. Ja, ik krijg echt lekker Tessels Skuumkop, man. Ik heb echt zin in die Baileys. Ja, en ik krijg weer zo'n glas chocomel, man. Samme, man. Ja, maar dit vind je best lekker, denk ik. Ja, ik lust het ook wel, maar kijk dit dan, hoe lekker, man. Tessels Skuum, ja, ik ken niet zo jaloers naam. Nee, hey, ja, ik had het ook lekker gevonden. Ja, proost nog even, trouwens. Mm. We naderen toch het eind van de challenge. We zijn bijna op het eind. Ik ga even kijken of dit wat anders is dan wat ik al de hele dag heb gedronken. Maar durf je dit te atten? Oh, bijna. Die ijsklon tegen je bovenlip is ook niet echt lekker, hè? Ja, dit is die laatste toch, die Z. Berendsen zat er. Ja, Berend Z. Iets met een Z erin, want het was echt niet te vinden. Zo, het ruikt echt naar... Niet naar Campari, toch? Nee, het ruikt naar appelsap, man. Maar dan wel zure appelsap. Hé, hey, maar even alles op een rij. We hebben de U niet verbracht. Nee, de U. Dat is echt jammer, man. En die zullen vast die comments volstaan met drankjes met de U. En dan denken wij, jezus, wat daar niet aan gedacht. Ja, op een ik denk nu opeens een L'tje. Dat is ook zo'n... Een L'tje, zo'n biertje, toch? Hé, hey, maar Dien, we hebben dan toch op die U verbracht. Laten we op die appelsap. Dat hebben we toch gedaan. Even een atje nog om de video af te sluiten. Mm-hmm. Later. Er zit geen geurpot op deze camera. Deze wietgeur is niet normaal. Dat is apart. Het zat er een nijkzak hier.